Een achtervolging in de Amerikaanse staat New Hampshire is geëindigd in geweld. De politie was al een tijdje op zoek naar de 50-jarige Richard Simone. Hij wordt verdacht van mishandeling en diefstal. De achtervolging duurt meer dan een uur. En als ze hem eenmaal hebben klemgereden, geeft Simone zich netjes over. Hij stapt uit zijn auto en knielt op de grond. Maar dan stormen de agenten op hem af en beginnen op hem in te slaan. Dat duurt zeker 15 seconden en dan pas wordt de verdachte geboeid. Het optreden van de politie wordt nu onderzocht door de politie zelf en door de procureur-generaal om te zien of dat geweld wel nodig was. Het lijkt er namelijk op dat de verdachte zich niet verweert als de agenten op hem aflopen. Simone zit in ieder geval vast. Naast de delicten die hij al op zijn naam had staan, wordt hij nu ook vervolgd voor de achtervolging.